We zijn bij Bikwik en we gaan latjes schieten. En dat doen we niet met de eerste de beste, maar met Paul Matthijs. Een vrije trap van Matthijs. 1-0. Halverwege de tweede helft leek er geen veldje meer aan de lucht toen Paul Matthijs de voorsprong vergrootte tot 3-0. Korte tijd later vrije trap Matthijs. Fantastische goal. Omdat hij zo mooi is, de vrije trap van Paul Matthijs. De vreugde bij FC Groningen over die gelijkmaker was groot. In de 13e minuut mag Paul Matthijs een vrije trap nemen. Hakballetje op Matthijs en Matthijs een fantastisch schot. Nou hebben wij Paul bij RTV Noord in het verleden ook allemaal spelletjes gedaan. Je hebt wel eens eerder meegedaan volgens mij, hè? Nou Paul, 1 van de 6. Ik vind het mager. Ja, ik ook. Maar ja. De scores weet ik niet meer, maar ik verwacht wel in de bovenste regio bij elke, bij elke item gezeten te hebben. Nou, ik had er iets meer van verwacht, eerlijk gezegd. Maar ja. Heb je er een beetje vertrouwen in? Vertrouwen wel, maar momenteel doe ik meer met mijn handen dan met mijn voeten. Dus het is wel even een tijdje geleden dat ik de bal heb aangeraakt met mijn voeten. Wat is je doel, Paul? De lat. Ik krijg 5 pogingen, we leggen hem op de 16 meter neer. Ja, succes! Oh, poging 2, zet hem op. Die was heel dichtbij net. Oh, poging 3, kom op. Ja, kijk. Ah, een wereldklasse. Boven verwachting hoor. Heb je me nooit zien spelen? Poging 5, Paul, zet hem op. Ah, grandioos. Ja, grandioos. Ze weten niet wat ze momenteel missen in de opleiding. Nee. Het is toch wel handig als je een trainer hebt die het ook af en toe voor kan doen. Hè? Misschien met een beetje geluk, maar het is op een gegeven moment ook een vastigheid. Nou, blij ook wel. Ik zie je lachen. Ja, het is toch een opluchting. Het is toch weer een beetje onder druk presteren. En dan komen de grote boven eruit. Ja, en zo staat Hans Nijland opeens onderaan in de latje-trapcompetitie. Wil jij alle hoogtepunten van RTV Noord ook op YouTube zien? Abonneer je dan op ons kanaal en kijk verder naar alle andere video's. Hoi!